bij de Paterskerk is een kunstwerk van de Eindhovense ontwerper Maarten Baas onthuld. Ja, ik werd gevraagd om een groot werk te maken voor de kerk hier. En Dela, het gaat natuurlijk over leven en dood. En ik wilde iets maken waarmee je eigenlijk een ode brengt aan het hele normale in het leven. Wat vaak toch juist de meest belangrijke momenten zijn uit je leven. Dat je juist een leuk klein momentje hebt met iemand aan tafel met z'n allen. Dat zijn de mooiste momenten, terwijl het helemaal geen grote verdiensten zijn of zoiets. Dus het is helemaal niet het spectaculaire wat ik wilde benadrukken, maar juist een beetje die kleine momentjes. Dus vandaar dat ik eigenlijk zo'n tafel met wat stoelen eromheen heb tot grote hoogte heb gebracht eigenlijk. Met moderne kunst wil Dela het cultureel erfgoed van de Augustijnen in Eindhoven versterken. Zo oud is deze stad niet, maar het culturele erfgoed wat er is, dat moet je gewoon echt gewoon eren. En door dan ook gewoon echt moderne kunst naast te zetten, krijg je iets wat elkaar versterkt en met elkaar in samenspraak komt. Dus je hebt hier echt een heel bijzondere kerk, die voor alle Eindhovenaren iets betekent, de Paterskerk. Een heel grote kerk uit het eind van de 19e eeuw. En dan staat dat kunstwerk van Maarten Baas hier vlak voor en dat praat met elkaar. Ook de Augustijnen, die tot een paar jaar geleden hier woonden, zijn blij met het kunstwerk. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het indrukwekkend, vooral dat iets hogers en dat met deze uitbeelding en zo modern weergegeven gesprek rond de keukentafel, waar heel vaak iets hogers uit voortkomt. En we vinden onze geest erin terug. En daarmee is de missie van het kunstwerk iets hoger geslaagd. Al blijft dit natuurlijk nog iets hoger.